Ik spreek zo direct met Ariel Kleverwal. Wij spreken zeker over water en over de grond, de bodem waar dat water uitkomt. En dan zegt u in koor grondwater. Precies daarover spreken wij hier op deze levensgevaarlijke plek. Ariel, we staan hier buiten Loenen. En dan wel Loenen bij Apeldoorn. Jazeker. Wij praten over grondwater. Ja. Ik wil eerst weten, waarom staan wij hier? Want hier gebeuren al dingen. Dit zijn twee stromen, beekjes. Beekjes. Zoals wij. Dit is een aquaduct. En waarom wij hier staan is omdat ik jarenlang hier in Loenen heb gewoond. Ja. Ik kwam heel veel hier langs wandelen. En ik vind dit altijd prachtig om dit te zien. Waarom? Gewoon twee beken die elkaar kruisen. Volgens mij, maar zoals ik weet, zie je dat nergens anders, zie je dat in Nederland. En waarom loopt de ene beek over de andere heen? Waarom loopt het niet gewoon zo? Nou, de ene beek komt van die kant, uit de bossen daar. Ja. Dan stroomt hij hier naartoe en dan gaat hij daar naar de vijvers toe. En die vijvers die behoren bij het kasteel wat hier weer achter staat. Ja. En ooit is dat kasteel, waarom precies weet ik niet, maar daar is het dorp Loenen is dat mede uit voortgekomen. Er zijn drie vijvers gemaakt voor houtbewerking, wat het kasteel nog steeds doet. Ja. Twee vijvers zijn in de loop der jaren aan de bevolking van Loenen geschonken. Daar gaat het water heen. Daar gaat dat water heen? Ja, dat water. En het andere water komt daar uit de woonwijk. En gaat naar de IJssel. En dat gaat naar de IJssel toe, ja. En vandaar een aquaduct? Ja. Dat ze elkaar wel kruisen? Ja, wel kruisen, maar ze mogen elkaar niet beïnvloeden. Want ik denk dat, dat weet ik niet 100% zeker, maar ik denk zelfs dat de waterkwaliteit nog anders is. Van de twee beken? Van de twee beken, ja. Wij praten over grondwater. Ja. Voor mij als leek, water wat zich ergens in de grond bevindt, dat is grondwater. Ja. Je hebt te maken met mensen die dat grondwater willen gebruiken. Die willen het uit de bodem halen. Ja. Wij praten over de bodem. Wat voor bodem is dit trouwens? Is dit zandgrond? Dit is zo zand als maar kan. Zo zand als maar kan. Ja, ja. Met wie heb jij te maken? Wie willen het water uit de grond halen? Met agrariërs hebben we te maken. Die willen natuurlijk het water voor beregening van hun gewassen. Ja. Want we staan nu in de zomer, dus het is droog. Maar ook als je zeg maar particulieren die een woning willen bouwen en dat grondwater staat te hoog. Ja, de bouwer moet dan in natte grond. Dus als je, alsof je aan zee staat, nou daar wil je niet in werken, je wilt wat droge grond. Dus dan ga je dat water ga je verlagen. Maar je hebt ook bedrijven die zeg maar een noodvoorziening moeten maken, dus een brandvoorziening. Als er brand is, dan moeten die sprinklerinstallaties moeten gaan werken. En dat water komt ook? Dat kan ook uit de grond worden gehaald. Zijn er redenen om het niet toe te staan? Mag je altijd grondwater uit de grond halen als agrariër? Nee, er zijn bepaalde gebieden. Dat is in heel Nederland, maar ook in dit beheersgebied. Daar mag je niet zonder een vergunning grondwater onttrekken. Dat zijn bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden voor ons drinkwater. Want we halen een deel, in Nederland bedoel ik, een deel van ons drinkwater uit grondwater. Ja, klopt helemaal. Ziet jouw liefde, denk ik, voor wat jij doet? Is dat de bodem? Ja. Is dat het water? Waar zit jouw passie, jouw liefde voor dit vak? Nou, dat is wel het water. Dat is niet de bodem. Ja. Want dan was ik wel hydroloog of geohydroloog eigenlijk geworden. Dat is niet mijn passie, maar gewoon het water. Veel mensen maken zich druk om klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Ja. Jij weet waar we het over hebben als het gaat over grondwater. Hoe staan wij ervoor als land? Hoe staan we ervoor qua grondwater? Is dat er altijd en hoeven we ons geen zorgen te maken? Of zijn er grote veranderingen gaande? Je kunt eerlijk zijn. Nee, dat snap ik. Dat doe ik ook heel graag. Maar goed, moeten wij ons zorgen maken? Van de ene kant nee, want er is genoeg grondwater. Van de andere kant ja. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met het grondwater wat er is en niet te veel allemaal gebruiken. En zeker in de zomer. Wij hebben natuurlijk een beleid, dat hebben wij landelijk, maar dat splitsen we ook steeds meer toe naar provincies, naar waterschappen. En daarin kijken wij dus hoe dat is, hoe het grondwater is en moeten wij de aankomende jaren moeten wij dat mee met dat beleid veranderen. En dan kijken we wel naar de grondwaterstanden. We zijn nu bezig om te kijken voor beregeningen dan. Beregenen is dat wij zien, er wordt gesproeid om het gewas of wat dan ook te onderhouden. Ja, maar goed, maar dan kan je daaruit halen. Dus hier uit de sloot, maar dan kan je ook uit grondwater kan je dat halen. Ook als particulier zijn. Ja, dat is een mooie bodem hier. Ja, ja, prachtig. Ja, lekker zanderig. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ja, dag.